worden nu niet doorgetrokken. De ploeg staat na 4 duels op de 13e plaats. Overigens ligt dat niet aan de thuiswedstrijden, want er staat een prachtig getal. 20 wedstrijden ongeslagen thuis. Of in ieder geval niet verloren, laat ik het zo zeggen. Heerenveen staat 10e in de competitie. Beetje vertekend, omdat er nog een wedstrijd tegen Ajax gespeeld moet worden. Die is nu verplaatst naar 24 oktober. En wat deden de Friese verder? Ze wonnen 1 keer van NAC en speelden 2 keer gelijk tegen Den Bosch en Vitesse. De opstellingen van hele middag. Van Dijk is de goalie bij RKC. Dan Van Diemen, Nascimento, Van den Berg en De Graaf. Op het middenveld spelen Petrovic, Govedarica en de 20-jarige Rogier Molhoek. Hij neemt de plaats in van Gudjonsson, de IJslander, die is getransfereerd naar Sevilla. Voorin spelen Juri Cornelissen, Janssen en Hogendorp. Vonk is de keeper van Heerenveen. Achterin Venema, Klompen, Gerard de Nooyer en Edman. Op het middenveld Bak Jensen als vervanger van de geblesseerde Talan, Radomski en Jensen. De voorhoede Nurmela, Albeck en Lurling. De commentator is John van Vliet. Scheidsrechter De Graaf heeft voor het begin gefloten tussen RKC en Heerenveen. De lange bal van de Nooyer richting Nurmela. Venema. En de eerste hoekschop binnen een minuut na 18 seconden voor Heerenveen. Van Dijk met 1 hand en de nodige moeite. Edman met het eerste schot. Petrovic. Goed gedaan. En De Graaf kan ver komen. Janssen. Aan de buitenkant is Cornelissen. Janssen kiest positie in de spits. En wordt niet bereikt. Hogendorp nog. Goed schot Hogendorp. Met de vingertoppen van Vonk. Gedurfd overstapje. Bak Jensen. Tegen de grond, niets aan de hand. Balbezit RKC, De Graaf en Hogendorp. Goed gekaatst door Hogendorp. Goeie bal, Janssen, Petrovic bij Vonk. De redding van Vonk voor de tweede keer. Moet de keeper van Heerenveen aan de pas komen. Mooie aanval van RKC, opgezet door Molhoek. Janssen ziet Petrovic in de ruimte opduiken. Vonk doet goed mee. Van Dijk. Met druk van Aalbeck. Nascimento. De Nooyer verliest in de lucht van Janssen. Die is er in 1 keer langs. Maar komt dan de Nooyer nog een keer tegen. Cornelissen. Goed gegeven. Hogendorp. En dat zijn toch 3 grote kansen al voor RKC. Halverwege de eerste helft. Waarin Heerenveen op de eerste minuut na misschien weinig heeft laten zien. Vrije trap Nurmela. Verrassend genomen. En hier kan het dan 1-0 zijn, maar Van den Berg doet dat heel knap. Vanuit die positie die bal nog overkoppen. De Nooyer. Edman met ruimte. Prima verdediger die Edman. Hier opgevangen door Nascimento. Die aan De Graaf uitlegt dat hij ook niet kan oplossen als hij daar al staat. Het meeste gevaar, voor zover daar sprake van is bij Heerenveen, komt uit de dode momenten. Zoals deze, met de vrije trap van Nurmela. Op de paal en dan 1-0. Aalbeck met zijn 2e goal van het seizoen. De uitgespeelde kansen waren er voor RKC. Heerenveen komt op 1-0 via een uitstekende vrije trap van Nurmela. Hard terug van de paal. En Aalbeck kan de hoek uitzoeken. De Nooyer. Van Diemen. Hogendorp. Voor Venema gekomen. Overtreding gemaakt door Venema. Lekkere positie voor Hogendorp. 1 meter of 20. Vrije trap. Raken links naast weer. Bak Jensen.
Venema. Aalbek loopt weg bij Nascimento. Oh, dat ziet er mooi uit. Aalbek. Er is belangstelling voor hem van Southampton. Maar voorlopig vindt voorzitter Van der Velde de prijs die de Engelsen bieden te laag. Hij wil minimaal 20 miljoen hebben. Van Diemen. Cornelissen jaagt. Van Diemen helpt. Leurling is hem kwijt. Het jagen had zin. Cornelissen. Hogendorp tegen de grond. Penalty. Door Venema weggeduwd. Dat is het verhaal van de Graaf. Venema denkt er anders over. Dat is logisch. Links gebeurt het. Daar met twee handen in de rug van Hogendorp lijkt het Venema. Hogendorp zelf met de penalty. 41e minuut. 1-1. Loon naar werken voor RKC. Balbezit Cornelissen, Govedarica, Hogendorp. Met misschien nog wel de 2-1 zo vlak voor rust. Jansen krijgt hem op zijn hak. Met een leeg doel. Leurling weggedraaid. En dan ruimte voor Leurling. Combinatie met Aalbek. Dichtgelopen Van den Berg. Edman. Van den Berg kopt weg. Govedarica. Cornelissen geeft hem mee aan Van Diemen. Goeie bal van Diemen op Jansen. De Nooier komt er nog voor bij Jansen. Hogendorp is neergegaan. Maar heeft wel de bal. Hogendorp komt. Ruim 20 minuten duurde het. Maar eindelijk was er weer een kans. Op naam van Hogendorp. Nascimento boven Denneboom uit. Maar dan is hij Denneboom kwijt. De vierde spits van Heerenveen. Voor het laatste kwartier. Tegen de grond gewerkt door Van den Berg. Geel. Van de lijn gekopt door Nascimento. Bakati. Govedarica. Nonchalant en dus slordig teruggelet. Denneboom profiteert. Aalbek op de vuisten van Van Dijk. Er komt een herkansing. Moeilijk voor Leurling. Daar laat die zweet toch een enorme kans liggen. Attent meegedaan door Denneboom. En dan de vrije kopkans voor Aalbek. Zomaar op de handen van Van Dijk. Officiële speeltijd is er geweest. 90 minuten, 3 minuten extra tijd. Met de eerste kans voor RKC. Hogendorp werkt hem naast. Jensen doet dat niet goed. Asuiki. Van Loenhout. Combinatie met Franken. Van Loenhout voor Vonk. En dat is een 2-1 in de extra tijd voor RKC. Invallers Asuiki en Van Loenhout aan de basis. Na heel slordig balverlies al eerder van Jensen. En hier mag Asuiki het laatste tikje geven. Drie minuten bedroeg de extra tijd en die zit erop. RKC komt weg met de winnende goal in de extra tijd. En Heerenveen heeft zijn eerste nederlaag van het seizoen te pakken.